De Tour de Gaulle is een geweldige tour van wielergekken met een heel groot hart voor de zorg. Deze tocht doen we om het gegeven dat de Tour de France in Nederland start. Het van alle kanten wordt belicht. Maar dat heel veel cliënten in de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg dat alleen maar op afstand meekrijgen en zien. En vandaag heb je hier gewoon een heel peloton met aankomfietsen. Dat gevoel wat erbij komt met tourwagens en zo. Ja, dat geeft in één keer heel veel indruk. En dat is natuurlijk geweldig om te beleven. Ja, burgemeester. Ineens een stukje ballast erbij, maar hoe gaat het? Dit fietst heerlijk en ook gezellig en daar gaat het ook om. Gezellig met mevrouw Kruse hier op de fiets. We hebben onderweg al een beetje verteld, ze komt uit Amdelde oorspronkelijk. Dus het is ook gezellig om met elkaar in deze heerlijke omgeving bij dit weer met elkaar te fietsen. Waarom doet u hier aan mee? Omdat het goed is dat mensen met elkaar samen wat doen, samen bewegen, samen sporten, gezamenlijk. Of je nou mobiel bent of niet mobiel, minder mobiel. Ja, het gaat erom dat je met z'n allen in beweging komt en dat is belangrijk. En dat is ook iets waar je als burgemeester heel erg mee bezig bent, te zorgen dat verbinding brengen in de samenleving. En dit is een hele mooie manier van verbinden. Heel leuk vind ik het. Ik hou wel van al die dingen. Je houdt wel van een beetje reuring? Ja. Ja, mooi. Ja. Gaan we? De mensen die vragen heel goed applaus, hebben al een ereronde gemaakt. Het is natuurlijk gewoon een toertocht waarin we inderdaad wel wat geld kunnen genereren. Maar er is wel echt bedoeld om cliënten uit Twente die zorg behoeven, nou, om daar af en toe eens wat extra's voor te doen. Dit is nou een speciale carbidfiets, Paul. Carbidfiets? Heb je die zelf gemaakt? Die heb ik uit oude fietsen opgebouwd. Ik heb 3 oude fietsen geslachtofferd en heb ik 1 fiets van gemaakt. Top. Ik ben ambassadeur van deze stichting. En we hebben zo een keer een songfestival gehad. Het was ook 1 groot muziekfeest. Nou, dit is een sportief evenement richting de Tour de France. En het mooie is ook, los van alle vrijwilligers die meedoen, bedrijven die dit soort fietsen ter beschikking stellen. Zodat in ieder geval de cliënten een leuke dag hebben. Jij bent graag bereid om in de hitte met die mensen even een rondje te fietsen? Altijd. Helemaal als voor Stichting Goals en als voor Barbara is. Barbara en ik, dat weet niemand,
We hebben al een jarenlange relatie. Toch Barbara, mag ik wel zeggen, hè? Ja, ja, ja. Dus, en we gaan nou even samen met z'n twee stukje fietsen. Dus als je even ons niet meer wil storen, dan gaan we even... Wij gaan even weg, Barbara. Ja. Ik vond het ontzettend bijzonder om deze gemengde groep van burgemeesters, een heel peloton met topsporters Sander Bosker en cliënten hier van de Losse Hof binnen te halen. Gewoon echt samen. Maakt dat het ook anders dan andere acties waarin mensen zich moe maken voor het goede doel, dat het ook met het goede doel is? Ja, deze Tour de Goma, wat de Stichting Gol doet sowieso, dat maakt het heel anders omdat het iedere keer een combinatie is van samen met de mensen waar het om gaat iets ondernemen. En dat heb je hier vandaag gezien, of het gewoon met minder cliënten was en ook met minder ouderen dan men oorspronkelijk gedacht had door het mooie weer. Maar dat is wel de essentie van wat er hier gebeurt en dat vind ik ontzettend mooi en sluit ook heel goed aan bij wat we in Twente voorstaan aan noberschap en dat zie je hier in de praktijk. Als je de Alpe d'Huez hebt of je gaat de Mont Ventoux op, daar fietsen ze allemaal voor een doel. Nou, en hier is het mooi dat het peloton fietst, ook wel voor een doel, hè, voor Stichting Goal, maar ondertussen ook echt de cliënten ontmoet en daarmee aan de gang gaat om ze zelf op die dag zelf ook gewoon een leuk moment te laten beleven. En ik denk dat het grote verschil is met andere goede doelen races. Ja! Alles wel goed? Zo lijkt het net een feest.